weapon. I'm ready. Yo, what up, gasten? Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ratchet & Clank op mijn kanaal. Vorige part, hier heel onverwachts een boss verslagen. Ik sta nog steeds op deze plek. En wat ik jullie heb verteld en beloofd is dat we natuurlijk verder zouden gaan met de game. Maar ook wat secrets zouden gaan doen op de andere planeten. Dus gewoon terugkeren naar planeten en daar wat secrets oplossen. We hebben een soort sleutel waarmee we deuren kunnen hacken. Dus dat is allemaal cool. Ik ben benieuwd wie dat is. Maar goed. Laten we gewoon snel verder gaan. Welkom terug allemaal. Laat in ieder geval je like achter. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. We gaan de pixelator kopen deze part. Wapens upgraden. Secrets oplossen. En verder met de game. Oké, sick. Er is nog een kaart hier ook. Cool. Lekker hoor. En, wat is het? Wow, er zaten gewoon 4 kaartjes in. En nou heb ik een duplicate. Dus we kunnen een... Ja, we kunnen dit gaan... inlossen, zeg maar. En dan wissel je het om. En dan hebben we, als het goed is, dan deze set compleet. Van Novalis. Ik ben er wel benieuwd naar. Nou, we gaan deze wel gewoon doen. Ik ben benieuwd of dat werkt. That's a whole fat. Nice. Alright. Nou heb ik dus weer een setje compleet, als het goed is. Ja, awesome. Cool. You know, if you hoard all those bolts, you're not helping the economy. Come and buy a pixelizer. Ja, hij wil dat ik die pixelizer koop, want ik heb belachelijk veel bolts. 31k nu al. Check het rechtsboven is gaan, zo'n malle. 31,5k. Wow, wat gebeurt er? Nog meer. Ik sloeg gewoon over. Hey, I bet the Rangers could use jetpacks. Should we head to Gaspar and see if we can get some? I've always wanted one of those. If you can get one, Alaris can build a few more for the Rangers. I hereby assign you the not at all deadly mission of acquiring one jetpack. Captain Quark must fly like a bird. Vet cool. We moeten dus nu een jetpack van een nieuwe planeet gaan halen. Ik ga terug naar het schip. En... We hebben dus een nieuwe planeet. We must learn what Nefarious is up to on planet Gaspar. Fight the Blark. Oké, dus op Rilgar hebben we ook gewoon 1 van de 3 gouden bolts. Hier hebben we 1 van 1. Aridia hebben we er nog helemaal niks gevonden. En Kerwan. Ik heb die lekker allebei. Maar je had ook nog een kaartje gevonden, toch? Ja. Ga je naar de stoel lopen doen? We gaan in ieder geval hier naartoe de secrets oplossen. En dan dus een gouden bolt vinden. En een kaartje die Jules wel heb gevonden en ik niet. Trots, hè? Is ze trots, toch? Ja. Ja, ze is trots. Ik ben Yo guys, welkom. Welkom op Kerwan. Je zal wel denken, wat de fuck doe je hier, ouwe? Waarom ben je hier? Nou ja, we gaan nu secrets oplossen. En ik ga jullie laten zien waar het is. Dat gaan we in ieder geval via het treinstation doen. Want daar is de gold bolt. Daar is het secret kaartje. Wie Jules dus wel heb gevonden, ik niet. Respect voor jullie, ja. En dan gaan we verder met die speciale key. En daar weet je de locatie ook nog wel van. Dus let's go! Nou, het is dus eigenlijk echt heel dom dat ik dit niet heb gevonden. Want als je gewoon goed kijkt, er staan gewoon zelfs pijltjes bij. Kijk nou, er staan gewoon pijltjes. Ga hier omhoog. Oké.
Nou, en hier is de kaart. Pum, pum. Maar dat heb ik dus gewoon in die park niet gedaan. Beetje dom. Pack opening. Yeah. Alright, cool. Redelijk cool overzicht van alle kaartjes die ik tot nu toe heb. Captain Quirk here, reminding you that I've got your back. You're welcome. Jezus, er is al 32k van die dingen. Awesome. Nou, en het andere is dus ook heel dom van mij. Want als je hier kijkt, we hebben dit dus wel ontdekt. Toen dacht ik nog, hey, waarom is hier niks? We hadden wat kistjes kapot gemaakt, maar hier staan ook pijltjes omhoog. Toen ben ik dus dit gaan doen. Dat heb ik geprobeerd, maar dat werkte niet. Nou blijkt dat je van daarheen moet. En dan hebben we de Gold Bolt. Cool. Hey, come find me when you want to upgrade a weapon. I'm ready. En hier is dus de Gold Bolt. Nou, dat zijn al een paar secrets uit de area. Yeah. Cool. En nou gaan we dus naar die speciale deur toe. Eens kijken. Sick. Dit ding is ook echt cool. Dit wapentje. Oké, okay, eens kijken of we daar kunnen komen vanaf hier. Oh, die honden komen. Volgens mij red ik deze sprong niet. Oh, zo red ik het wel. Even kijken, we moeten echt wel een stukje terug. Laten we in ieder geval de pixelleden aan gaan schaffen. Ben heel erg benieuwd, dit wordt vet. Kost 15.000. Dan gaan we ook meteen wat upgraden. De bouncer gaan we pittig wat upgraden. Area of effect. Super vet, we hebben deze nu al voor 45% geüpgrade. Nice. Deze zal ik ook wel een beetje upgraden nog. Dit zijn simpelweg de wapens die ik het meest gebruik. Dus we hebben de bouncer lekker geüpgrade, die we geüpgrade. En de vlammenwerper gebruik ik zelf erg veel. Zo. Die kunnen we doen. Ja. Die kunnen we doen. Awesome. For the first time, Ratchet had more weapons than he knew what to do with. Ja, ik heb inderdaad pittig wat wapentjes nu. Wow, gewoon een nieuwe tap. Jezus, sick. De pixelizer. Ik hoop dat we wat enemies tegenkomen en wat gastjes kunnen gaan pixelizen dan. Super vet.
Nou, dit zendt het gewoon helemaal naar oude pixels toe. Dit is echt vet gedaan. Sick. Nou, hier moeten we ergens omhoog kunnen. Oké. Wat zeg je? Ja, dat ga ik dus nu doen. Daarom kom ik hier. Dit is de secret, jongens. We gaan hem hacken. Eens kijken. Oké, het is gelukt. Deze was best wel lastig hoor. Nieuwe area. Dus we pakken de kist hierop. Waardoor we dus best wel veel boutjes krijgen. En de nieuwe kaart, jongens. Open pack. Wow. Rhino card acquired. Ja, inderdaad. Volgens mij heb ik best wel veel dingen al collected. Maar goed, laten we verder gaan met de game naar de nieuwe planeet. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben de geheimpjes hier opgelost en let's go. In our new flight coordinates. I have a hunch there's still something important to do on Realgar. Oké, cool. Ik ben dus nu terug op een oude planeet. Ik heb dus alle Rhino cards, als het goed is. Maar er staat nog steeds optional collect all Rhino holo cards. Hey, ik heb het gevonden volgens mij. Ja, ik heb het gevonden, jongens. Nou zijn de deuren uit. Dit kunnen we doen en we pakken hem op. Yay! Nou jongens, ik heb niet het kaartje kunnen vinden, dus er staat nog steeds een optional open. Maar we hebben wel nog een gouden bout gevonden. We gaan nu dus maar gewoon naar Gaspar. Fight the Blark, let's go. Fight the Blark. Ik ga het natuurlijk proberen. Ik hoop dat ik er ook images van vind. Maar de vergelijking steeds maken met
de PlayStation 2 versie is echt heel mooi. Ik doe het steeds in mijn video's. Laat ik gewoon een image zien van hoe het eruit zou zien. Precies deze area op PlayStation 2. En die vergelijking is echt bizar. Wat een prachtige planeet, weer een mooie sfeer. Laten we snel kijken wat we hier aantreffen. En ik zie iets heel tofs. Alright, let's go find you a new jetpack. Kijk, grind boots required. We kunnen straks dus gewoon grinden. Alsof we een soort van aan het skateboarden zijn, kunnen we straks. Dat is zo vet. Hele grind parcours. Laten we meteen naar de map kijken. Die valt nog wel mee, maar waarschijnlijk zullen de SAT secrets zijn. Fight the Blark is het eerste objective. Nou, let's go. Try upgrading your pixelizer. Plasma Striker. Oké. Okay. Oké, dus we hebben een nieuw wapen in deze area. En dat wapen is de Plasma Striker. Daarvoor moeten we 21k moertjes hebben en we hebben nu 20k. Dus dat komt wel goed straks. Tof is, hier zie ik ook weer zo'n grind railing. Zie je, dat loopt helemaal daarheen. Cool. Oké, dat is dus deze kant. Wat is dit? Wat is dit groene? Would be able to use this refueling station. Aha. As soon as he collected the jetpack. Jetpack required. Cool. Kijk, we hebben nu ook echt zo'n schattig helmpje op, omdat we gewoon op een andere planeet zijn. Waarschijnlijk kan je hier niet zo denderend ademhalen. Nefarious has built quite the operation here. You're not kidding. Let's check this place out. See what we can find. Cool, cool. Zullen ze even laten dansen? Kijk, ze nou dansen in de achtergrond. Oké, vet, vet. Nou, extra raritarium binnen. Die materials nu binnen. Wat is dit voor iets geks? Oh, een turret. Oké, cool. Dit kan nog niet open. Waarschijnlijk straks dus wel. Perhaps the turret could help blast through that door. Laten we kijken. De turret ziet er echt goed uit zo. Great. Reinforced door. Why does everything have to be made of dense alloy? I will try not to be offended by that. Oh, ik heb die beesten nog nooit laten dansen. Laten we eens kijken of we ze kunnen laten dansen. Kijk, ze dansen in de lucht. Cool. Ik zie hier ook een nieuw enemy type. En we gaan ze natuurlijk laten dansen. Boom. Oh, oké. Ik kan die gast achter die turret niet zo goed raken vanaf hier. Misschien werkt dit.
Mr. Zircon is here to kill. Ja. Zie je dat werk? Cool. Oké, dat werkt niet. Daar hebben we echt de turret voor nodig. Dus kijken of we een van deze beesten in de lava kunnen knallen. Daarvoor hebben we waarschijnlijk deze nodig. Maar ik laat dus steeds al die enemies dansen, omdat je verschillende enemy typen moet laten dansen voor een trophy. Dus dat je bijna elke enemy type in de game een keertje moet laten dansen door de Groovytron. Nou, cool. Ik zie daar een turret. Ik hoop niet dat het vijandig is. Nou, dat kan niet kapot. Wow, wow, wow. Die gaan we laten dansen, jongens. Haha, lekker dansen. Alright, vet. Ik ga deze lift in en dan ga ik mijn aflevering stoppen. Precies op dit punt. Dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Een like gaan achterlaten. Zin hebben in de volgende part. En zo ongeveer hier dus ga ik mijn aflevering eindigen. Veel gedaan. Best wel veel secrets. Toffe dingen. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Tot de volgende aflevering, jongens. Later.